Oefening 2. Hoe doen we de min? Bij de plus zagen we dat er twee manieren zijn. Bij min mag je maar één manier toepassen, want het eerste getal mag je niet veranderen. Je mag niet 200 min 100 doen, 70 min 40 mag niet. Dus je gaat elke keer honderdtallen eraf trekken, tientallen eraf trekken en eenheden eraf trekken. Die honderdtallen doe je in één keer. 275 min 100, dan heb ik 175. En dan schrijf ik ineens op 175 en dan moet ik daar nog 40 en nog eens min 2 doen. Voilà, dat is mijn tussenstap. 175 min 40 is 135. Min 2 is 133. Ik ga er nog eentje doen. Uh, misschien hier eentje. 128 min 46. Uh, Honderdtallen zijn er niet. Dus ik ga er ineens 40 van aftrekken. 128 min 40. Dat is een beetje moeilijk. Je mag in principe die 8 heel eventjes wegdoen. 120 min 40 is 80, maar die 8 is er wel. Die mag je niet wegcijferen. Die is er wel, dus die moet er blijven staan. Dus 120 min 40 is 80, maar die 8 staat er ook. Dus is 88 min 6. Is gelijk aan 82. Als je deze oefening moeilijk vindt, om 128 min 40 te doen, dat is eigenlijk ook wel een goede oefening om met de getallenkaart te doen dus ik heb 128, ik moet daar 40 van aftrekken dan doe ik 10, 20 ik heb niet meer, dus ik moet een trapoefening doen ik doe hier een trapje lager, dan krijg ik hier 100 bij ik zat aan 20, 30, 40 en dan kon ik nog die 6 daar aftrekken 1, 2, 3, 4, 5, 6 en kom ik ook uit op 82 voilà, en dat is dat ik hier ook uit zo, we gaan nog eentje misschien doen um, met de beide manieren. 415, doe eerst een honderdtal daaraf. Heb ik 315, ik schrijf dat onmiddellijk op. Min 70, min 2. Dat is mijn tussenstap. Dan moet ik 315 min 70 doen. Ik ga die heel even wegdekken, maar die mag niet weg. 310 min 70 is 240, maar die 5 staat er ook nog bij. Dus heb ik 245. Min 2 is gelijk aan 243. Dus als we dat hier gaan doen, 415 min 172. Ik doe eerst min 100, dat gaat. Dan moet ik min 75 gaan doen. Dus ik doe 10, maar nu kan ik niet meer minder doen. Dus wat ga ik doen? Hier trap je lager. Dan krijg ik er hier 100 bij. Ik ga dan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 eraf. En dan moest ik er nog 2 afdoen, 1, 2. En kom ik ook aan 243 uit, zoals ik dat hier heb gedaan. Voilà, jullie maken de laatste 3 van elke oefening. Oké, okay? veel succes.